Het benoemen van de omstandigheden. Um, daarmee bedoel ik een deur valt heel hard dicht. Iedereen kijkt. Een dingblad met glas valt op de grond. Nou, het benoemen van die omstandigheden dat, dat lijkt makkelijk. Maar dat is niet altijd het geval. Want kijk, je, je begint met je speech. Dus je bent heel erg gefocust. Um, op je tekst, op alles. En je wil eigenlijk door niets laten onderbreken. Maar toch moet je dat soort dingen benoemen. Um, als zoiets je speech onderbreekt, laat ik het zo zeggen. Want doe je dat niet? Laat ik het zo zeggen: je doet het niet voor jezelf. Maar je doet het voor het publiek. En natuurlijk hoorde jij het glas ook vallen of die deur. Maar ik dacht, nou, als ik nou snel doorga, dan heeft niemand dat door. Maar zo werkt het eigenlijk niet. Want als jij je maar ook maar een beetje stoort of even zo keek, dan is het zeker zo dat de zaal dat ook heeft gehoord en gevoeld. En dan moet je die spanning eigenlijk wegnemen. Want anders ga jij door en blijft de zaal met die spanning zitten. Dus als je het benoemt, dan kan je het zelfs voor je laten werken. Dus, dus dan denk je, oh, wat vervelend dat het gebeurt. Maar op het moment dat de zaal zich ergens aan ergert... Eh, of ze worden afgeluid door een geluid... en jij zegt daar iets van... dan is niet alleen die spanning weg... maar ze hebben ook een soort respect van hoe jij dat hebt aangepakt. Eh, doordat ze, ja, het, het vertrouwen in jou zal dan stijgen... en dat komt je speech alleen maar te goede. Want je bent één van hun. Oh, hij denkt hetzelfde als ik denk. Wat fijn is dat. Dus je hoort en ziet het ook vaak letterlijk dat een zaal blij is dat je er iets van benoemt. Want dan kunnen ze ook weer... dan kunnen ze dat loslaten. Oh, dat glas... Oh, het is, het is gelukkig oké. Okay. Dus um, dat zijn weer uitstekte momenten... waarbij ook stocklines om de hoek komen kijken... waar we het eerder gehad hebben. Uh, maar je kan ook gewoon iets luchtigs erover over vertellen. Uh, van nou jongens, ja, dat wordt drinken uit een pak straks bij de borrel... of wat dan ook als een glas valt. Maar gewoon als je het eventjes benoemd... Dan is ze, je oh jeetje, wat erg. Nee, dat is niet erg. Oh, we gaan weer door. Dat is eigenlijk, maar je moet zelf in controle zijn. En je moet je soms voornemen dat je dat doet. Daarom zeg ik het: dat als er iets gebeurt, dat je er ook de rust neemt. Je denkt, nou wacht even, laat ik dit eventjes benoemen. Controle, en we gaan verder. Heel veilig gevoel.